Beste vrienden, familie, collega's van Jos van Leeuwen. We zijn hier bij elkaar voor de intrede van Jos, het lectoraat Civic Technology. Ik ben Henno Thijsens, de leading lector van het kenniscentrum Governance of Urban Transitions, waar dit lectoraat een heel belangrijk onderdeel van is. En ik ga als inleiding op de intrede van Jos in gesprek met Elisabeth Minneman, voorzitter van het college van bestuur, en Han Biemans, directeur van de faculteit informatietechnologie en design, en met Jos zelf. En we zullen praten over het toegepast onderzoek op de hogeschool, over het lectoraat van Jos en over wat we van het lectoraat verwachten met z'n allen. Nou, straks gaat Jos uitgebreid praten over zijn eigen lectoraat, maar wij gaan dus eerst kort in gesprek. En het is mooi symbolisch dat we dat doen, want om goed toegepast onderzoek te doen op een hogeschool heeft het bestuur, het onderwijs en ook het onderzoek elkaar heel hard nodig. Dat moeten we echt samen gaan doen. Dus het is goed dat we ook van tevoren zo bij elkaar zitten bij de start van dit nieuwe lectoraat. Maar voordat we van start gaan, nu ik toch het woord heb, wil ik graag een paar dingen zeggen. Eventjes het kenniscentrum waar ik de leiding van heb en waar Jos in functioneert, even voor het voetlicht brengen. En wij zijn een kenniscentrum dat wil bijdragen aan een inclusieve stad. En die inclusieve stad, er zitten eigenlijk drie aspecten aan. En aan de ene kant willen we in een steeds diverser stad mensen helpen nadenken over hoe breng je die mensen nou bij elkaar. Hoe kun je goed samenleven in een hyper, super diverse stad. Het tweede waar we mee bezig zijn is hoe kun je mensen uitzicht geven op sociale mobiliteit, ondanks dat de ongelijkheid in steden heel erg aan het oplopen is. En het derde aspect, en dat aspect is het meest relevant voor Jos, is hoe zorgen we ervoor dat alle burgers van de stad kunnen meepraten, kunnen participeren, democratisch kunnen bijdragen. En daar is het lectoraat Civic Technology van Jos heel erg belangrijk voor. Een van de belangrijke onderzoekslijnen in zijn lectoraat gaat eigenlijk over de vraag: hoe kun je nou technologie inzetten om die participatie van burgers beter te organiseren? Om die beter mogelijk te maken. En de manier waarop ik dat voor mijzelf vertaal is eigenlijk: hoe kunnen we social media ontwerpen die er niet toe leidt dat we in bubbels gevangen raken of in polarisatie, maar die ons juist helpt om het goede gesprek, het goede open gesprek te voeren en die leidt tot constructieve oplossingen? En dat is een vraag die niet alleen maar intellectueel of academisch interessant is, maar die ook echt heel belangrijk is voor de bestuurders van steden. De steden waar wij en waar Jos zoveel mee samenwerken. Dat is waarom ik het belangrijk vind. Vast een schot voor de boeg. Maar voor we daar verder over gaan praten, misschien goed om even te praten over het belang van toegepast onderzoek op een hogeschool in het algemeen. En Elisabeth, als nieuw bestuurder van de Haagse Hogeschool, vind jij onderzoek belangrijk of heb je zoiets vanuit? Dus, wij zijn in principe een onderwijsinstituut en onderzoek hoort er maar een beetje bij. Nee, wij zijn een kennisinstelling en daar hoort onderzoek en onderwijs en praktijk bij elkaar. Ik noem dat ook soms de gouden driehoek, omdat je eerst dan echt goed jouw functie kunt vervullen als onderzoek inspirerend is voor onderwijs en andersom onderwijs de vragen stelt, maar ook de praktijk. Want wij willen graag impact hebben, betekenis voor de regio. En ik denk, beter dan jij het omschrijft, had ik het niet kunnen zeggen. Wij moeten antwoorden kunnen formuleren op vraagstellen die er leven. En dat doet het lectoraat van Jos. En wij moeten ook die vragen kunnen ophalen uit de maatschappij. Dat is iets anders wat het lectoraat doet. En het derde is het vertalen naar onderwijs, zodat onze studenten ook iets daarvan hebben. Als je in die combinatie bent en werkt, dan realiseer je waartoe wij op aarde zijn als hogeschool. Dus mooi. Ik vind het lectoraat van Jos heel duidelijk toegevoegde waarde hebben voor onze hogeschool. Han, vanuit het onderwijs? Hoe zie jij dit? Gelukkig ligt dat heel erg in het verlengde van wat Elisabeth zegt, dus dat is mooi. Vier dingen. Ten eerste moeten we, denk ik, tot op grote hoogte geen onderscheid maken tussen onderwijs en onderzoek. Want dingen leren, dat doe je door te onderzoeken. En die tweedeling die wij er dan in bedenken, die is soms helemaal niet aan de orde. Het feitelijke doen van onderzoek is natuurlijk belangrijk om je curriculum actueel te houden. Ook het leren van hoe je onderzoek doet, dus die competenties verwerven, wordt daar natuurlijk ook in meegenomen. Want iedereen moet kunnen onderzoeken als je
als je op bachelorniveau wil functioneren, zeg maar. Een volgende aspect, en Elisabeth zei dat ook al, is natuurlijk valorisatie. We geven ook de dingen weer terug aan de maatschappij, in de hoop dat ook die buitenwereld van ons daar beter van wordt. En de vierde is, ik zeg hem als laatste, maar hij is misschien nog wel de eerste. Het is ook gewoon heel leuk om onderzoek te doen. Dus. Daar ben ik het helemaal mee eens. Mag ik er nog één toevoegen? Onze school heeft zich gecommitteerd aan wereldburgerschap. Wij hebben gezegd, wij leiden slimme, getalenteerde mensen op. Wij willen dat die, als zij ergens beginnen te werken, meteen aan de slag kunnen gaan, innovatief zijn, iets meebrengen, een andere kijk. En een van die perspectieven die onze studenten als afgestudeerden meebrengen, meer dan ergens anders, omdat we daar meer nadruk op leggen, is wereldburgerschap. En dit burgerschap houdt natuurlijk in dat je mogelijkheden zoekt om je te engageren. En dat is precies iets wat het lectoraat van Jos doet, dat je verder kijkt dan het klassieke engagement van burgers, maar andere middelen zoekt. En daarom past het nog bijzonder goed bij onze hogeschool. Nou, een hoop complimenten alvast voor je lectoraat. Word je daar nerveus van of denk je dat je dit kunt waarmaken, al deze verwachtingen? Nee, absoluut. Ik vind het echt heel erg leuk om dit te doen. En het is ook heel bijzonder om het juist hier in Den Haag te kunnen doen. Dus ik denk dat burgerschap sowieso natuurlijk heel belangrijk is. Maar juist hier in Den Haag is het misschien nog wel extra belangrijk. Het is heel erg leuk om onderzoek te doen in een hogeschool. Juist omdat we zo'n traditie aan het ontwikkelen zijn waarin je onderzoek echt samen doet met de opdrachtgevers en samen doet met het onderwijs. En dus de klassieke vorm van contractonderzoek is ook wel voor een opdrachtgever. Maar dat is toch meer, je gaat naar een opdrachtgever toe en je zegt, nou, kost 30.000 euro, maar dan heb je ook wat. En na een half jaar kom je terug met een rapport. En wij, die echte intensieve samenwerking met opdrachtgevers en hoe je dat op een goede manier doet, dat is echt wel iets wat hogescholen aan het ontwikkelen zijn. Wat volgens mij een hele interessante vorm van onderzoek is. En waar jij wat jouw meer ontwerpende manier van leren heel veel aan toe te voegen hebt. Ja. En zo kun je ook meteen laten zien dat je kennis toepast. En die kennis pas je twee kanten op toe. Richting het onderwijs en richting de praktijk. Wij hadden dat ook in ons kennismakingsgesprek. Toen Jos aan mij uitlegde wat hij deed, was mijn eerste vraag: kun je dat niet ook bij ons op de hogeschool doen? Want wij zijn ook een kleine mini-democratie. En wij zoeken ook naar mogelijkheden een veel grotere groep van 26.000 studenten te horen. En niet alleen als je tevredenheid meet, maar als je met elkaar kijkt, waar gaan wij naartoe? Dus ook al weet ik, stond dat niet in de primaire scope van zijn opdracht, was wel het idee, wij zijn ook een groep die meer participatie wil. Dus dat hebben we ons op het lijstje geschreven ook zelfs te bekijken. Leuk. Is dat iets wat we nu gewoon kunnen afspreken? Dat wij als kenniscentrum dat ook gaan ondersteunen? Democratisering op de hogeschool op een nieuwe manier? Absoluut. Participatie. Participatie, precies. Niet overdrijven. Ja, nee, het lijkt me heel leuk en ik vind het zelf ook heel belangrijk. Het lijkt me ook een prachtige experiment om te kijken of we dat hier in Den Haag op een heel andere manier kunnen gaan doen. Leuk. Zijn er verwachtingen, concrete verwachtingen die je hebt van dit lectoraat, Han? Jazeker. Nou, ik kijk ook een beetje naar de ontstaansgeschiedenis, niet zozeer van het lectoraat, maar van dit vraagstuk. En als je gewoon een paar decennia geleden was IT een soort functie in een bedrijf, hè, was een soort technische oplossing voor een boekhouding of wat dan ook. Nou, en tegenwoordig zie je dat er hele bedrijfstakken op zijn ontstaan en dat technologie eigenlijk een soort levensvoorwaarde is voor organisaties om te blijven bestaan. En flankerend daaraan, maar wel met een soort een timelag van een paar jaar, zie je dat hetzelfde is gebeurd bij mensen. In eerste instantie had je technologie nodig als een oplossingje, mobiele telefoon, een pc thuis. En langzamerhand zie je dat ook voor mensen om sociaal te functioneren technologie eigenlijk een voorwaarde is. Nou, in dit lectoraat, en als je dat dan die gedachtegang een beetje uitwerkt en je brengt het bij elkaar, dan zie je dus dat lectoraat ontstaan. En dat mensen, technologie, ook technologische wezens zijn geworden, zeg maar. Dus je ziet dat dat daar waar die technologie dus in organisaties voorwaardelijk is geworden, noodzakelijk is geworden, zie je dat bij mensen ook. Nou, dit komt dus bij elkaar. En het speelt zich nu af in de publieke sfeer, zeg maar, in publieke organisaties. Dus het is bijna logisch dat dit lectoraat ontstaat, als het ware. Maar concreet, wat verwacht jij? Heel concreet verwacht ik dat Jos, met een mooi stempel van onze organisatie natuurlijk, met methoden komt en werkende technologie.
die ook gevalideerd werkt. Het dusdanig bedenken dat er weinig weerstand op het toepassen van die technologie ontstaat. Nou, en als we dat pakket weten te maken met... Ze moeten veilige, legitieme, goed werkende technologie voor participatie ontwikkelen. Dan kunnen we in de hogeschool kunnen we daarmee gaan experimenteren. Maar we gaan dat ook nadrukkelijk voor de hele publieke sector doen. Nou, volgens mij ligt er een fantastisch lectoraat. En een hele mooie opdracht om hiermee aan de slag te gaan. Die was natuurlijk al bezig. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het gesprek. Bedankt Elisabeth, bedankt Han, bedankt Jos. We gaan nu over naar de interrede van Jos, waarin hij in veel meer detail zal praten over wat hij de komende jaren gaat doen. De achtergrond van zijn lectoraat. Ik wil daarvoor nog één oproep doen. Elisabeth zei dat heel mooi. Het is van belang om de vraagstukken ook op te halen in de samenleving. Dat vinden wij als kenniscentrum heel erg belangrijk. En dat betekent dus ook dat, of je nou uit de praktijk komt, of uit het onderwijs, of uit een andere hoek, wij willen heel graag met je samenwerken. Dus als je vragen hebt, als je onderwijs wilt ontwikkelen op thematiek die relevant is voor ons kenniscentrum, dan je kunt ons vinden op de website, op LinkedIn. Dus neem contact met ons op. En dat kan met Jos of het kan met mij, maar wij werken heel graag samen. Dus, dat wilde ik nog even gezegd hebben voor we doorgaan naar Jos. Jos, heel veel succes met de interreden, maar ook heel veel succes in dit nieuwe lectoraat. En heel erg fijn dat jij het bent geworden. Succes. Dankjewel. Succes, Jos. Ja. Succes. Dankjewel.